geslapen. Ja, maar nog los. Ik weet niet wat ik nou doe. Die laatste tand is misschien niet rap. De laatste tand die zit eigenlijk tegen de keel aan. Ja. En, maar dan ontstaat vaak wel een haak, want die laat heel veel mensen ook zitten. Maar zij had ook een mol of zo. Een hele kleine mol zijn. Ja. Die gaat nog niet gooien. Deze is wel iets groter. Oké. Die van mij is groter, zus. Maar we vragen wel wat zit in de mond had zitten. Zo, dat moet je wel zo groot zijn. Wat is dan eigenlijk een zinloos kiesje? Gewoon een ruwe. Alles tikt dus overal.